Dit vind ik een hele goede vraag. Dit vind ik een leuke vraag. Wat heb jij geleerd van mystery? Er zijn niet veel mensen die dat weten. Maar ja, ik bedoel, ik hou het ook niet geheim. Maar het is gewoon niet iets waar ik heel veel over praat. Sommigen die wat meer over mij weten, die weten dat ik ongeveer 10 jaar lang heb gewerkt met en heb getraind met Eric van Markovic, Mystery. En met The Venusian Arts, hè, dat bedrijf. En met enkele van die personen die master trainer zijn in social influencing skills. Dus ja, ik heb ook gewerkt en getraind met Eric. Ik heb verschillende keren met hem samengewoond. En voor degenen die het niet weten, Eric is beschreven in het boek The Game. En was de hoofdkarakter in dat boek. En was de belangrijkste karakter in de 2 seizoenen van de VH1-serie The Pickup Artist. En hij was een van mijn belangrijkste mentoren in The Game. En ik heb van hem geleerd. Ik heb het speelveld met hem betreden. Ik heb zelfs enkele keren met hem samen geleefd. Dus ik heb hem van heel dichtbij kunnen volgen. In alle ups en downs. Want de mensen die echt weten waar het over gaat, die de game hebben gelezen, die weten dat het met Eric zijn het ups en downs. Maar goed, weet je, buiten dat, naar mijn mening is hij nog steeds een van de allerbeste op het vlak van pick-up en van de manier waarop hij dat ziet en het spelen van het sociale schaakspelletje. Op een sociale manier. Sommigen zullen me daarop aanvallen. Maar ik vind nog steeds op een sociale manier beïnvloeden van vrouwen. Ik bedoel, ik heb heel veel andere grote namen in het veld gezien. En de meeste vandaag de dag. Die zeggen van ja, the natural game. Die spelen het direct game spelletje. En wat naar mijn mening niet meer is dan een bingo spel dat je speelt. Hoe meer vrouwen je aanspreekt, hoe groter je kans dat er eentje toe hapt. En dat vind ik een bingo spelletje. Maar zoals ik het zelf benader, en hij dus ook, is het niet enorm veel vrouwen aanspreken, maar ervoor zorgen dat je jouw sociale setting op de juiste manier beïnvloedt. Zodat je met mensen jouw kant optrekt als een magneet. Weet je? Dus je gaat aan de slag met jezelf. Je gaat jezelf ontwikkelen en je gaat de meest aantrekkelijke versie worden van jezelf. En op die manier in sociale settingen ga je een sociale setting kunnen beïnvloeden. Dus waar anderen achter vrouwen aanlopen om ze aan te spreken, beïnvloeden wij onze sociale setting en zorgen wij ervoor dat in sociale interacties. Want dit is een groot verschil tussen direct en indirect, is dat je eerst ervoor zorgt dat je interessant bent. Dus dat je interesse opwekt. En dan gaat tonen. In plaats van achter vrouwen aanjagen. Ja, dus het is gewoon een andere benadering. Het is een kunstvorm die langzaamaan verloren aan het raken is. Omdat het ook daadwerkelijk moeite kost om, voor veel mannen, om zichzelf te ontwikkelen. En om de sociale dynamiek beter te begrijpen. Maar goed, het is wat het is. Maar ik heb dus ook heel goed kunnen zien hoe Eric zich in sociale situaties gedraagt. Hoe hij met vrouwen omgaat, met mensen omgaat, met mannen omgaat. En op welke vlakken hij niet zo heel erg goed is, maar ook op welke vlakken hij supersterk is. Weet je, als het gaat om het beïnvloeden van een sociale omgeving. Dus ik heb dat spel met hem gespeeld en ik heb een hoop van hem kunnen afkijken. En een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd van hem is hoe belangrijk het is om de tijd te nemen. Weet je, de tijd te nemen om een vrouw echt tot je aan te trekken. Zodat die emoties gaan settelen. In plaats van maar te pushen en zo snel mogelijk, door haar comfortbarrières heen te breken.
En ik hield er bijvoorbeeld zelf van nature van om snel actie te ondernemen en snel mijn slag te slaan. En ik zie dat vele pick-up artists dat prediken, hè? Alsof dat de manier is welke goed is. Alpha, snel, breek door haar comfortbarrière zijn. Om heel eerlijk te zijn, kijk, op die manier kom je niet verder dan een one-night stand. Weet je, ja, het is mogelijk. Maar goed, weet je, het hebben van one-night stands is slechts een deel van game. En de meeste jongens die ik in het veld hun ding heb zien doen, hè, die dus snel one-night stands konden regelen, die kunnen geen vrouwen ook echt in hun leven behouden. Dus ze hadden nooit relaties met leuke vrouwen. En daarnaast in een sociale setting staan die jongens ook maar een beetje om zich heen te staren, omdat ze nooit echt hebben geleerd om goede, correcte, vibing, sociale gesprekken te voeren met mensen in het algemeen. Weet je, dus ze zijn heel goed in het hebben van snel seks. Maar verder dan dat komt hun game niet. En hoe een hoop pick-up artists ook proberen om mystery, Erik zijn stijl, af te doen als slecht of ouderwets. Ja, ik moet nog steeds iemand tegenkomen wiens game, als het echt gaat om game, op zijn level ligt. Dat zijn er niet veel. Hij is een van de weinigen waarvan ik heb gezien dat hij ook daadwerkelijk langdurige relaties had met vrouwen. Hoe instabiel hij ook is. Weet je, maar ja, als een van de weinigen is hij een persoon die zodra het nodig is de tijd neemt om zijn spel te spelen. He, zodat de emoties die hij beïnvloedt ook echt dieper kunnen settelen bij een vrouw. Want wat jij wil, is dat die emoties ook echt een diepe impact maken. En dan zul je daar de tijd voor moeten nemen. En dat kan niet iedereen. En de meesten zijn eigenlijk zo behoeftig en bang dat ze weer net zo snel verdwijnt als dat ze aankwam. Dat ze gedreven door de angst om haar kwijt te raken, proberen om zoveel mogelijk of om zo snel mogelijk toe te slaan. En bij hem zag ik die gehaastheid niet. Weet je, hij was super chill, super relaxed en echt niet bang dat hij een vrouw kwijtraakt. Hij nam de tijd. En weet je, en dat is naar mijn mening echte game. Weet je, het spel beheersen. Nog iets wat ik bij hem zag, wat ik hem zag doen, wat ik niet meer dan een handje vol mannen zag doen. Dat is dat hij kon als geen ander het middelpunt van aandacht zijn. Hij kon mensen letterlijk hypnotiseren met zijn manier van praten en maar zijn manier van zijn. Zoals de meeste mannen super saai klinken, net als ik praat heel monotoon. Weet je, en dat is iets wat we hier doen in West-Europa. We praten heel monotoon vanuit onze keel en dat is super saai om naar te luisteren. Maar ja, weet je, dus een hoop mannen kunnen geen aandacht vasthouden. Zo ook 99% van de pick-up artists niet. Want ook die gasten klinken saai als de hel. En zo kon Mystery letterlijk iedereen hun aandacht vasthouden door zijn enorm goede presentatievaardigheden. Zijn manier van spreken, de pauzes op de juiste momenten, zijn toonhoogtes veranderen, het oogcontact, zijn handbewegingen, alles was spot on. Weet je, en dit is iets waar ik persoonlijk ook nog steeds keihard mee aan de slag ben. Om aandachtgrijpend te kunnen communiceren. En dat is een skill, weet je. Dat is een skillset die moet je ontwikkelen. Door het te doen, door het te oefenen. En hij leerde dat aan mensen. Weet je, ga werken aan je social presence. Aan de impact die je maakt op andere mensen hun levens. En ik zie geen enkele andere pick-up artist dit doen. Die zijn gewoon super slecht hiermee. Die klinken super saai. En die zullen nooit
een sociale situatie op een aantrekkelijke manier kunnen beleven vanuit de oogpunten van andere mensen. Zoals Mystery dat wel kan. Ik bedoel, hij is echt een heer en meester op dit vlak. Maar hij heeft daar ook heel hard aan moeten werken. En iets anders wat ik hem enorm goed zag doen en wat keihard werkt ook, ook voor mij en ook voor vrienden van mij. En mensen lachen erom, maar dat is peacocking. Dit is iets waar veel zogenaamde PUA-experts hun mening over hebben. Dat het niet werkt en dat het alleen maar voor clowns is. In Nederland werkt peacocking niet. En vervolgens kijk ik naar die mensen en naar die gasten die dat vertellen, dat dat niet werkt. En dan zie ik dat ze totaal onverzorgd bijlopen. Geen enkele uitstraling hebben met hun kledingstijl. Behalve die van een slonzere student. Maar wel neerbuigend doen naar iemand die er wel interessant uitziet. Kijk, ik zag bij Mystery, doordat hij zijn eigen specifieke kledingstijl heeft, dat... Hey, luister nou, dat heel simpel, dat de mooiste vrouwen van de clubs en van bars, in bars naar hem keken. In plaats van naar die pick-up artist met een uitgesproken mening over peacocking. En ik merk het zelf ook, wanneer ik er goed uitzie en ik zie er verzorgd uit en ik draag interessantere kleding dan de rest. Want dat is wat peacocking is, er iets interessanter uitzien dan de rest. Het heeft niks te maken met jezelf als een clown kleden. Maar ik merk ook gewoon, weet je, dat als ik er interessant uitzie of ik draag wat interessante items, dan krijg ik ineens meer aandacht van vrouwen die me normaal gesproken geen aandacht zouden geven. Kijk, Mystery liet gewoon heel goed zien dat je door er interessant uit te zien in jouw sociale omgeving, je die sociale omgeving al beïnvloedt zonder dat je ook maar iets hebt gedaan verder. Je hebt nog niks gezegd. Kijk, en ik zeg tussen haakjes interessant, want iedereen denkt bij Mystery natuurlijk aan die hoge hoed en die pilotenbril en een boa en zwarte nagellak. Kijk, wat je moet begrijpen is, hij kwam uit Hollywood. Of in ieder geval, hij komt uit Canada, maar hij is opgegroeid als PUA in Hollywood. En daar lopen mensen er heel anders bij dan hier in Rotterdam of hier in Den Haag of in Amsterdam, hè, in Holland. Waar we allemaal een t-shirtje hebben. Daar lopen mensen allemaal extravagant erbij. Dus hoe moest hij zich piekakken? Door nog een leveltje hoger te gaan. Ja, en dan kom je terecht bij zulke plateau boots. En hij is al 2,50 meter bijna. Dat begrijp je? Dus dat is het beeld wat mensen hebben over piekakking. Maar dat, als mensen dat zeggen, dan begrijpen ze dat concept niet. Weet je, piekakking is jezelf interessant kleden, zodat je opvalt in de menigte. En niet opvallen op een rare manier, maar gewoon opvallen op een interessante manier. Dus als iedereen een t-shirtje draagt en jij draagt een overhemd en een strikje bijvoorbeeld, ben jij gepiekakt. Jij valt nu op in de menigte. En nu loop jij een sociale omgeving binnen en die ben jij al aan het beïnvloeden zonder dat je ook maar iets hebt gezegd. Kijk, en dat is hoe wij game benaderen. Als een middel om jezelf beter te presenteren. Aantrekkelijker te presenteren. Interessanter te presenteren. Zodat je je sociale setting kunt beïnvloeden op een positieve manier. Niet als een clown, maar gewoon op een positieve manier. En dat geeft je veel meer bewegingsruimte. In tegenstelling dat je, weet je, ja, dat je jezelf klein houdt. Ja, kleed je iets leuker, kleed je iets interessanter. Dan word je als iets interessanter ervaren zonder dat je ook nog maar iets hebt gezegd. En dat maakt het starten van interacties met anderen ook veel makkelijker. Ja, dus dat zijn een paar dingen die ik echt van hem heb opgestoken. Dat is, weet je, wat is peacocking? En ik heb het hem zien doen. En ja, hij blijft natuurlijk wel zijn eigen persoonlijkheid. Hier in Amsterdam
Ja, hij loopt niet met een hoog hoed, maar hij loopt wel in zijn specifieke kledingstijl. Weet je, die lange. Hij is lang. Draagt hij zulke plateau boots om nog langer te zijn? Of nog langer over te komen? Heb ik hem een zwarte nagellak zien gebruiken? Ja, vast wel een keer. Weet je, maar ja, hij heeft een beetje die gothic stijl. Dat is een beetje zijn stijl. Maar dat betekent niet dat peacocking betekent dat je je zoals hem moet kleden. Nee, het is er interessanter uitzien. Ja, het is iets waar mensen in sociale omgevingen op reageren. Dus dat is wat ik van Mystery heb opgestoken. Ik heb een heleboel van hem geleerd. Ik heb een heleboel van hem opgestoken. Een heleboel dingen die ik omarm. En ook dingen waarvan ik zeg, nee, dat ga ik niet doen. Weet je, het is wat het is. Je kan niet alles perfect vinden, niet alles goed vinden. Maar ik denk dat dit wel de belangrijkste punten zijn. Weet je wel, peacocking, de manier waarop hij met mensen praat, de manier waarop hij hof houden, noemen we dat. Weet je, holding court. Weet je, je staat. Je hebt mensen om je heen staan en je bent met iedereen aan het praten. Je bent iedereen, het lijkt wel een soort, aan het entertainen. Je bent iedereen een emotionele belevenis aan het bezorgen. In plaats van dat je zo monotoon praat als ik. En dan stil gaat staan en... Weet je, dat is niet... Het prikkelt niet. Het prikkelt niet emotioneel. Dus dat... Helemaal goede vraag. Leuk dat je daarna vraagt.